Dit lijkt wel een verzameling van allemaal stukken boom. En het boomverhaal gaat erover hoe zit deze verzameling in elkaar. Deze zomereik staat in de Loonse en Drunense duinen. En dat is een gebied met stuifzand. Dus bomen kunnen onder het zand verdwijnen, maar boomwortels kunnen ook weer uit het zand tevoorschijn komen. En mijn vraag is, wat is dit nou? Is het nou een stam? Of een wortel? Of is het het alle twee wel eens een keer geweest? En dit zullen wortels zijn. En op dit moment zijn het meer pootjes. Een boom op pootjes. Dit stuifzand werd zo groot aan het eind van de middeleeuwen dat het de dorpen in de buurt bedreigde. En de bewoners deden twee dingen. Ze maakten wallen van zand en op die wallen planten ze eiken. Met de bedoeling dat het stuifduin niet groter zou worden. Het kan zijn dat deze eik toen geplant is. En als dat zo is, dan zijn de wortels van deze boom ongeveer 500 jaar oud. En die eiken die werden geplant, die werden gebruikt als hakhout. Want eikenhout, daar kun je ontzettend veel dingen mee doen. Na dat hakken loopt een boom gewoon weer uit. Dat zie je aan deze takken. En die takken, die zijn zo dik, omdat er sinds 1930 niet meer gehakt is. En een ander resultaat van dat hakken, dat zijn deze grillige vormen. Ik vind het zo leuk dat je iets van de geschiedenis van een boom af kunt lezen. Ken jij een boom die zo beïnvloed is door de plek waar die staat?